Hoi, welkom bij deze video voor 1 MAVO voor het vak aardrijkskunde. Ik ben mevrouw de Roo en dit is paragraaf 1.3 Canada in de Atlas van het boek De Geo. Als we beginnen met de leerdoelen, dan weet jij na deze video de manieren waarop je kaarten in de Atlas opzoekt. Je weet ook welke kaarten er zijn en je weet wat bevolkingsdichtheid is en hoe je dat kan berekenen. Laten we starten. Als eerste heb je natuurlijk bij aardrijkskunde vaak een atlas nodig. Een atlas is een boek met kaarten. En je ziet hier twee voorbeelden van de bosatlas toevallig, die vaak gebruikt worden op scholen. De 54ste editie en de 55ste editie. En tegenwoordig heb je ook een digitale editie, dus die kan je misschien ook gebruiken. In de atlas vind je de volgende onderdelen. Je vindt een bladwijzer, een namenregister, een trefwoordenregister, inhoud en legenda. En die vijf zaken gaan we nu even behandelen. We starten even met de bladwijzer. De bladwijzer vind je in de kaft van de atlas. Misschien is het zelfs handig als je nu even een atlas erbij pakt. Dan kan je het ook daadwerkelijk zien. Ik zou het even uitvergroten. Hier zie je dan de wereldkaart zeg maar in de kaft staan van de atlas. En dan zie je eigenlijk in één oogopslag, wil ik iets over Australië leren, dan moet ik naar pagina 170 of 171. Wil ik iets leren over Singapore, dan is dat kaart 155E. En op die manier kan je dan dus heel makkelijk met deze witte vakken in de bladwijzer kun je snel naar de juiste bladzij gaan om iets te vinden over het betreffende land. Je kan ook werken met het namenregister. En ook die vergroot ik even uit. Je zoekt een naam op van een plaats of een gebergte of een rivier. Die wil opzoeken. Stel je voor, ik wil iets opzoeken over Kaapstad, zoals je dat hier ziet. Dan moet ik naar bladzijde 176a en ik zoek op A3, dat is het coördinaat. Ik ga je zo uitleggen hoe je dat verder opzoekt, coördinaten. Je kan ook naar trefwoordenregister. Dat doe je als je een onderwerp zoekt. Dus zoek je iets over naaldwoud op de aarde, dan ga je naar bladzijde 224. Wil je iets weten over neerslag? Daar heb je ook kaarten over. Neerslag, om specifiek te zijn, in Australië en Nieuw-Zeeland, dan ga je naar bladzijde 171, kaart A. Dus op die manier kun je op onderwerpen zoeken, op plaatsnamen en op bijvoorbeeld hele landen of stukken van werelddelen. Dus hiermee heb ik de bladwijzer, het namenregister en het trefwoordenregister uitgelegd. Zoek dit ook op met een atlas erbij, dan kun je het wat makkelijker begrijpen. Als je een coördinaat wil aflezen, en dit is echt een simpel versie van een kaartje, dan is het coördinaat bijvoorbeeld A3. Nou, in dat geval ga ik in de rij van A naar beneden, naar vakje 3. En dan kijk ik wat ik hier kan vinden. In dit geval vind ik hier een stukje strand. Of bijvoorbeeld C4. Dan kijk ik in de rij van C naar beneden, naar het vierde vakje. En dan zie ik hier bijvoorbeeld dat er op Curaçao, in dat gebied, bijvoorbeeld industrie te vinden is. Dus op die manier kan je coördinaten aflezen en in elke atlaskaart zul je ook bovenaan die coördinaten zien. En kan je dus eigenlijk met twee vingers precies de juiste plek vinden waar bijvoorbeeld een plaats ligt. Dus dat kan je ook even uitproberen. Dan verder, als je werkt met de atlas kun je ook werken gewoon met inhoudsopgaven. Dat is gewoon een lijst met titels. Van alle kaarten, ook die heb ik even uitvergroot. Dus wil je iets over Europa weten, dan ga je bijvoorbeeld naar pagina 76. En dan gaat het in dit geval over het fysisch milieu. Wil je iets weten over het klimaat van Europa, ga je naar pagina 78. En wil je dan nog specifiek iets weten over de neerslag, dan naar kaart A. Temperatuur in januari kaart B. En temperatuur in juli kaart C. Dus op die manier kan je ook met de inhoud op gaan zoeken. En als laatste, dat ken je misschien wel, dat hebben we ook al eerder in de vorige video's behandeld, een legenda. Ook die staat in de atlas, want ze gebruiken gewoon bij alle kaarten natuurlijk dezelfde legenda. En in die legenda staat voor alle kaarten in de atlas die uitleg over die symbolen en die kleuren. Dus op het moment dat je lichtgeel ziet, dan weet je dat daar zandgrond is. Zie je op een gegeven moment een groen deel met van die groene halve driehoekjes erop, dan is het een naaldbos en ga maar zo verder. Dus ik hoop dat je met de atlas erbij dit
wat duidelijker voor jezelf hebt. Dan heb je nog twee soorten kaarten waar we het even over hebben. Overzichtkaarten, die geven een overzicht over een gebied, dus waar dingen zijn. Dus bijvoorbeeld hier, waar is de haven? Nou, dat is de plek waar die ankertjes staan. Waar is het vliegveld? Nou, zie je hier een vliegtuig getekend. Maar ook, waar zijn de woongebieden? Die zijn licht oranje. Het zakencentrum, die is hier rood getekend. En dat geeft dus een overzicht, in dit geval van de stad Vancouver. Als je een thematische kaart hebt, die gaat echt over een bepaald thema. Bijvoorbeeld het klimaat of de taal die in bepaalde gebieden worden gesproken of de bevolkingsdichtheid. En in dit geval is deze thematische kaart gaat over het aantal kinderen van 14 jaar en jonger per 100 inwoners. Dus dan kan je zien, hey, waar wonen nou dus veel kinderen en waar dus weinig. Als we even gaan oefenen, bedenk dan eens even wat voor kaart dit is. Als je het goed hebt, heb je gezegd dat dit een thematische kaart is. Want dit is een kaart die gaat over het thema bevolkingsdichtheid. De volgende. Dit is een overzichtkaart en die geeft aan waar de Afrikaanse landen liggen. En die zijn aangegeven allemaal met een eigen kleur. En als laatste is dit een thematische kaart en die gaat over de neerslag in Spanje. En dan kan je dus zien waar valt er veel neerslag en waar valt er weinig neerslag. Ik hoop dat het nu wat duidelijker voor je is wat een overzichtskaart is en wat een thematische kaart is. Dan bevolkingsdichtheid. Nou, bevolkingsdichtheid laat zien hoeveel mensen ergens per vierkante kilometer wonen. Hier zie je dat ook nog even in een plaatje getekend. Staan er veel poppetjes, dan is de bevolkingsdichtheid hoog. Staan er weinig poppetjes, dan is de bevolkingsdichtheid laag. Nou, als je kijkt, vaak is het in veel landen dat in de steden meer mensen wonen, dus dat dichter bevolkt is dan bijvoorbeeld in het platteland. En in Canada zijn de steden vooral in het zuiden en die zijn inderdaad dichter bevolkt. In het noorden van Canada is het wat kouder en wonen er weinig mensen op een vierkante kilometer en noemen we dat dus dun bevolkt. Je kunt de bevolkingsdichtheid ook berekenen. Nou, hoe doe je dat nou? Dat doe je met een deelsom. Je neemt het aantal inwoners van een land en dat deel je door de oppervlakte van het land. Dan weet je wat de gemiddelde bevolkingsdichtheid van het land is. Hier hebben ze dat in deze thematische kaart gedaan met gewoon delen van Canada. Dus niet het gemiddelde van heel Canada, maar per stukje. Dan zie je ook duidelijk dat de bevolkingsdichtheid rondom de steden hoger is, want die zijn meer gekleurd. Hoe roder, hoe dichter bevolkt en hoe lichter geel, hoe dunner bevolkt. Als we naar de bevolkingsdichtheid willen uitrekenen van Canada, dan doen we dat als volgt. Ik heb de gegevens even opgezocht. Het aantal inwoners is 37.590.000 en dat delen we door de oppervlakte. En als we dat delen, gewoon, dat kan je met een rekenmachientje doen, dan kom je uiteindelijk gemiddeld op 3,76 aantal inwoners per vierkante kilometer. Dus op die manier kan je de bevolkingsdichtheid berekenen. Probeer het zelf maar eens met een ander land. Zoek de gegevens op via internet. Typ het in op je rekenmachientje. En dan zul je zien wat het gemiddelde van dat land is. Zou je kunnen vergelijken met Canada. Nou, als je deze foto's ziet, dan denk ik dat je dit wel kan. Is iets dichtbevolkt of dunbevolkt, kan je dat al herkennen. Nou, eigenlijk zie je dat al. Dit is een stad met heel veel huizen bij elkaar. En dit is eigenlijk gewoon een heel leeg gebied. Ik zie op deze foto niet eens een huis. Dus in dit geval kunnen we makkelijk zeggen dat dit dunbevolkt is en dat dichtbevolkt is. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze video. Wil je nou de vorige video's ook nog kijken? Kijk dan even in de playlist van eMAVO. En dan wens ik je verder succes met je huiswerk of het leren voor je toets.